Koken op zon. Fruitvlieg verliest alle remmingen. En lekker gevoel verkoopt beter. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van ScienceFlash. Het principe is heel simpel. Je pakt een stuk karton met aluminiumfolie en vouwt het tot een soort komvorm. Daarin zet je een pan die heet wordt door de zonnestralen die erin geabsorbeerd worden. En voilà, een paar uur later heb je een maaltijd. Vrouwen in Afrikaanse vluchtelingenkampen gebruiken de pan massaal. Het enige wat ze dan hoeven te doen is elk half uurtje even de koekenkit met de zon meedraaien. Parce qu'en Kalana, on a donné Tobala. Vous voyez ici qu'on a fait des œufs durs ici sans eau. Même la sauce aussi, on peut la préparer sans eau. Parce qu'on considère que les légumes qu'on utilise pour la préparation de nos sauces contiennent déjà de l'eau. La tomate, l'oignon, les aubergines, les carottes, etc. Donc ça diminue le besoin d'eau. Het zonnekoken is zo populair in Afrika dat er een nationale feestdag naar vernoemd is. De Eid el Taga Shumshir, ofwel het feest van het zonnekoken. Elk jaar wisselen we wel van mobiele telefoon. Waar laten we ons door de aanschaf nou door verleiden? Volgens industrieel ontwerper Ilse van Kesteren kijken we steeds vaker naar waar een product van gemaakt is. Ze promoveerde onlangs op de verleidelijkheid van materialen. Hi Ilse. Hallo. Ja, hoe kan een product je nou verleiden? Een product kan je verleiden door hoe het eruit ziet en hoe het aanvoelt. En als dat prettig is, dan ben je meer geneigd om het product langer te gebruiken en het misschien wel te kopen. En kun je voorbeelden noemen van producten die slim inspelen op ons gevoel? Jazeker. Bijvoorbeeld de bodylotion van Nivea. Die heeft een zijdezachte variant. En Nivea heeft eigenlijk geprobeerd om dat zijdezachte gevoel al in de verpakking te laten zien. Dus die is lichtblauw en die voelt zacht aan, zodat de consument precies weet wat erin zit. Nou, heel slim. En volgens mij bij mobiele telefoons zie je ook heel slim dat er met materialen gespeeld wordt, hè? Heb jij nou bij de aanschaf zelf ook op gelet? Ja, zeker. Ik ben natuurlijk materialen gek, dus ik heb een telefoon uitgekozen die erg aantrekkelijk voor mij is. Het is de Nokia en hij heeft een paramoerachtige binnenkant. En is heel zacht als je hem tegen je wang houdt. En heeft een felgekleurde rode achterkant, zodat hij ook wel erg een beetje sexy eruit ziet. Dus, ja, hij ziet er heel verleidelijk uit inderdaad. Mm-hmm. En waarom is de functionaliteit tegenwoordig alleen niet meer genoeg? Nou, je ziet eigenlijk dat er steeds meer producten op de markt komen. En de concurrentie is natuurlijk groot. Dus producenten zoeken steeds nieuwe manieren om aan te sluiten eigenlijk bij de behoeftes van consumenten. En de beleving speelt daarbij een belangrijke rol. En ook zeker in de materiaalselectie. Want de materialen zorgen daarvoor. Ja, en jij hebt onderzoek gedaan naar de verleidelijkheid van materialen. Mm-hmm. Wat maakt jouw onderzoek nou onderscheidend van ander onderzoek? Nou, wat ik voornamelijk heb gedaan is gekeken naar hoe productontwerpers zo goed mogelijk die verleidelijke materialen kunnen kiezen. En het blijkt dat het heel lastig is om daarover te praten met hun opdrachtgevers. Dus ik heb een toolkit ontwikkeld om die communicatie te verbeteren. En ik heb daarbij een set van kaartjes gemaakt voor een bepaalde beleving. En daar productvoorbeelden bij gezocht en de materialen daarvan. Die helpen in het praten daarover. En er zitten ook materiaalsamples bij om eigenlijk de verleidelijkheid van de materialen te kunnen voelen. Oké, en die samples die hebben dan, dat zijn van verschillende materialen gemaakt, verschillende kleuren, dat soort zaken? Ja, precies. Oké, nou heel helder. Hartelijk dank. Oké, graag gedaan. Het is een schrale troost. Maar deze prothesearm is veel sterker dan je originele arm. Toch kun je er gewoon alle dagelijkse dingen mee doen. De hand is ideaal voor bijvoorbeeld Amerikaanse soldaten die in Irak hun hand zijn kwijtgeraakt. Er is wel één ding waar je rekening mee moet houden. Hoe sterk is de rest van je lichaam? De prothese kan namelijk zoveel gewicht tillen dat andere botten kunnen breken. Oh my god. What the fuck? Shit. Iedereen denkt het te weten. Er is een verband tussen geweld op straat en gewelddadige films. En iedereen heeft gelijk, maar dan net andersom. Een Amerikaanse econoom ontdekte dat tijdens en na gewelddadige films er minder geweld is dan tijdens en na niet gewelddadige films. Minder dus. Maar waarom? Kijk, dat moet een psycholoog maar gaan onderzoeken. Alcohol maakt fruitvliegjes seksueel losbandig. Aan de Penn State Universiteit voeren ze dagelijks fruitvliegjes dronken en bestuderen dan het gedrag van de piepkleine alcoholisten. En wat gebeurt er dan? Ze staan waggelend op hun pootjes, worden hitsig en bespringen elkaar. De onderzoekers hopen met hun proeven de invloed van alcohol op hersencellen te verklaren. Ook bij mensen. Het blauwtje, een vlinder weet je wel, is een oplichter. Hij belazert mieren. Als het blauwtje zijn larven legt, doet hij er een coating over, zodat ze net zo ruiken als miereneitjes. De mieren hebben niet, tot het te laat is, doordat ze dus andermans kroost grootbrengen. De continenten bewegen voortdurend. Aardplaten schuiven en botsen over de planeet. Maar volgens Amerikaanse onderzoekers stonden de platen tenminste 1 keer stil, zo'n 1,5 miljard jaar geleden. Over een poosje verwachten ze weer zo'n moment als Amerika tegen Australië en Azië botst. Maar dat duurt gelukkig nog een tijdje, zo'n 350 miljoen jaar. En dan nu naar het nieuws uit de ruimte. We gaan naar het sterrenbeeld Waterslang. Hierin staat een ster waarin astronomen een babyplaneet hebben gevonden. De ster wordt omgeven door een schijf van rotsblokken waaruit planeten ontstaan. Een Duits onderzoeksteam heeft gezien dat de ster een beetje heen en weer beweegt. In deze vrolijke animatie is te zien dat dat veroorzaakt wordt door de planeet. De wiegende ster is slechts 10 miljoen jaar oud. Astronomisch gezien een jonge moeder. De planeet is nog jonger en is dus astronomisch gezien een baby. Gelijktijdig dreigt een ramp op Mars. Een planetoïde met een doorsnede van slechts 50 meter ligt op ramkoers met een rode planeet. De planetoïde is genaamd 2007 WD5 en bevindt zich momenteel halverwege de aarde en Mars. Onderzoekers van NASA hebben berekend dat het projectiel op 30 januari bij Mars arriveert. Of hij de planeet zal raken is niet bekend. De kans op een inslag bedraagt slechts 4%. Als 2007 WD5 inderdaad Mars raakt, dan gebeurt dit met een snelheid van 45.000 km per uur. Een rots zal een krater achterlaten van bijna een kilometer doorsnede. Op aarde zou een dergelijke planetoïde een gebied ter grootte van de Randstad kunnen vernietigen. We houden jullie op de hoogte. Wil je nou meer weten over deze onderwerpen? Kijk dan op scienceflash.nl. Dit was ScienceFlash. Tot de volgende keer.